Welkom bij Mario Ice Show. Vandaag gaan wij weer Minecraft in singleplayer. Even heel kort, want ik heb zelf geen tijd bijna, want ik moet zo weg. En dat wordt vast super geweldig. Oh, slapen. En nu ook de version is available. Ja. Hopelijk heb ik dan wel meer frames in plaats van 25. Iemand vroeg aan mij, Hessel, doe dan een uitkijktoren maken. En toen dacht ik, dat is een slim idee. En dat ga ik ook doen. Yep. Ik zat te denken om daar een uitkijktoren te maken. En wat ik eerst doe. Hallo. Is. We gaan naar boven scheppen. Leerwapens. Uitzoeken. Oké, dan hebben we dan in de stok. Nether. Dit is niet zo nether. Oh, onze kant moest ik uitzoeken, dacht ik. Ja. Geen diamond. Eén diamond voor de schep. Eigenlijk vind ik dat we een emerald schep moeten maken. Als je die vindt, dat je hem gewoon een bepaalde tijd kan gaan gebruiken. Oh, ik lekte even. Ik probeer vandaag dit up te loaden. En als jullie nou in één keer dit filmpje zien op zondag, ik was op vakantie even. Dus ja. Ik denk dat we hier beginnen en dan. Leuke gevangenis. Die truit kunnen we ook weghalen, denk ik. Een pickaxe meenemen. Ik had toch meer pickaxe. Ik probeer dit 10 minuten te opslaan. Want ik wil hem ook nog opslaan en renderen vandaag. En daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Dus ja. Ik moet het snel doen. Dus ja, even proberen het te doen. En dan zijn we in deze aflevering gewoon een trap gemaakt. Ook zo gemakkelijk toch? Thank you.
mag je zo heel de tunnel naar boven. Ja, hey. Serieus, ik had daar ook een. Oké. Hier hebben we ook zo'n tunnel gedeelte. Dus als wij nou dit gewoon makkelijk doen. Dan zijn we een stukje sneller. Oh, ik dacht ook kon vliegen. Zo. En dan. Zo. Geen dirt, joepie. Oké. Dan zijn we hier boven. En dan gaan we hier naar boven, want hier gaan we dan ook zo'n muur maken. En dan uiteindelijk laat je eruit komen. De uitkijktoren, de fan van mij zei, hij zal doen een uitkijktoren, daar kan je mee kijken. En dacht ik, oké dan, dat is een slim idee. Staan wij denk ik zo voor? Nee. Even snel. Ja, ik weet niet waarom computer is in Scorpio, dus die, ja. Die heeft een beetje lag. Zou ik mijn uitkijktoren hier maken of? Ja, gewoon een heel. Dit is wel goed genoeg. Mensen, laat ook in de reactie achter als ik alvast een paardenstal moet maken voor de 1.6. Want de update komt volgende week. En ja. Ik ben best benieuwd wat ik ga doen in de nieuwe update. Dus ja. zo. Dan ga ik eruit dingen halen nog wel. Ja. Oei, eigenlijk zie ik nu pas wat hier boven uithangt. Oh, ik doe het verkeerd. Alles weg. Oeps. Alles moet weg. Zo. En dan. Ik moet als ik het goed. Ja, zo is het beter. Dan kunnen we hier zo'n gedeelte maken. Ik denk dat dit gedeelte dan van glas maken. Zodat ik dan gewoon er overheen kan kijken. Weet je, het ziet al best goed uit. Met optiefijn kan ik ook nog goed zoeken. We hebben bomen. De netherportaal die we daar net hadden gezet. We kunnen echt iets heel goeds maken hier in singleplayer. Hardcore. Nee. Ik word tot deze biome net wordt omgetoverd tot sneeuw met kerstmis ofzo. Daar hebben we tenminste een sneeuwige aflevering.
upgraden de uitkijktoren nog een keer veel en veel beter. Oei, ik neem nu al zo. Het wordt nog hoger, ik denk ongeveer tot de wolkenlimit. Waarom slaan wij wolken nou ook uit? Oh, wolkenlimit is. Maar in ieder geval, de uitkijktoren. Ja, het begint er al wat op te lijken. Ik ga even wat toortjes. Mario has al red! Mario has al red! Oh nee, 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 nee! Nee, geen slim idee. Ik heb 42 XP, ja. Oh. Ah, HDD5 op de 5. Ik weet niet wat dit is. Zo. Dat is weer genoeg. Hey cool, hoe gaat het met jou? Niet goed, Mario. Oh, oké. Ik zie het. Mijn mooie 42 XP is zo mooi gemaakt. Eigenlijk wat ik doe moeilijk. Ik kan ook gewoon hier naartoe rennen. En hier naar boven. Ja. Hier moet ik ook nog allemaal trappen maken. Dat kunnen we een of twee afleveringen laten doen, denk ik. Zo ja. Het ziet er sterk uit, denk ik. We zien wel of we dag glad naar glas doen. Ik denk van wel, want ja. Ik weet niet hoe hoog hier de bouwlimit is in singleplayer. Dus ik ben benieuwd. We gaan niet al te hoog, want anders laden de chunks onder voeten weer weg. Zover ik weet. Ik denk, het is een klein beetje hoger. Dus ja. Oh. Ja, sorry dat we geen hardcore en Skyblock hadden opgenomen. Maar Skyblock kon even niet, want Sander moest even weg ofzo. Ik weet ook niet wat er mis was. En hardcore, daar hadden we geen tijd voor meer om op te nemen. Sorry daarvoor. Maar ja, we proberen het zo snel mogelijk en vaak mogelijk op te nemen. Dus wees gerust mensen. Ja. Oh, is het serieus? Is er nog maar één steen over? Ik denk dat we in de volgende aflevering heel veel steen gaan hakken. Ja. Zo. En dan de zijkant een beetje meer af gaan maken. Oh, ik heb die boven gedeelte al weggebouwd. Oh.
Volgens mij is het precies op de... Ja, precies boven de bouwlimit. En bijna precies. Dan doen we hier de volgende aflevering over toortjes. En al die dingen. Oh, precies. En kijk, tot nu toe hebben we dit... die wolken zetten we dan uit misschien. Kijk, de farm. Zodat hier hebben we ook water in. Meer water dan ik had verwacht. Oeh, waterplek. En ik elke keer dan daar helemaal rennen naar één waterplekje. Of vind het wel te raak ergens daar in de bos en dan zelf moet springen zoals altijd. Jullie vragen zich af wat dat is. Geen idee. Dus daar gaan we ook nog achter komen. Ik ren naar huis. Want we zijn al 12 minuten aan het opnemen. En dat, ik wil zo kort mogelijk opnemen, want dit duurt nog heel lang met renderen. Dus ja. En ik, jongens, jullie vroegen aan mij, Hessel, waarom zie je je hand en je zwaard niet zo mooi in beeld? Het ligt aan mijn beeldschermformaat. Ik heb precies een vierkant beeldschermpje. En als ik Minecraft helemaal klein hou, en dan een beetje uitrek, zonder veel screenversie, niet ook de taakbalk zie, maar ik zie de taakbalk nog wel, dan zie ik mijn zwaard wel gewoon. Dat kan ik proberen met opnemen volgende keer. Maar mensen, bedankt voor het kijken. Like, subscribe en deel deze video met vrienden over Minecraft houden. Lieve klokjes met pixels. Farm met glitchende koeien. En een uitkijktoren. Die je misschien wel bovenop de dak ziet. Oh nee, niet de farm misschien. Wow. Ja, de farm. Ja. Hij lijkt nou op een soort pickaxe. Maar mensen, bedankt voor het kijken. Like, subscribe, deel deze video met vrienden ook van mijn gevouwen. Uitkijktorens. Varkens. Fleet farm. En schilderijen en Hazel niet voor creeper en zo. En al deze zooi met een fikkend dirt blokje. Ik weet niet meer wat ik daarom maak volgens een extra chipskamer. Ja, en ik later.